e-sport. Wij doen vandaag een FIFA toernooi en dat doen we hier in dit gebouw. En dat doe ik samen met een pro, een professional in dit geval, Arie Stoten. Als iemand weet hoe je een potje FIFA wint, is het Arie Stot wel. Hij won 2 keer de KVB-beker, speelt voor Sparta Rotterdam en heeft 100.000 abonnees op YouTube. Wauw! Leg jij nog heel even uit wat we precies vandaag gaan doen? Ja, zeker. We hebben een ZEP eSport FIFA toernooi. 7 duo's nemen het tegen elkaar op. Ze strijden voor de felbegeerde ZEP eSport trofee. En we hebben, omdat we een oneven aantal hebben voor één ploeg, nog een klein extra cadeautje natuurlijk. Klopt. En we doen het in deze prachtige bioscoop. Heb je al eens in een bioscoop gespeeld? Ja, zeker. Toevallig wel. Ja, heel groot scherm. Is net even anders dan normaal met kleine schermen. We zullen het zien. Het is een keiharde afvalrace. We gaan ze even ontmoeten, allemaal één voor één. Ik ben heel benieuwd hoe ze ervoor staan. Nou, ik ook. Mee? Ja, zin in. Kijk eens. Daar hebben we onze eerste mannen. Kom erbij. En stel je heel even voor. Onni? Ja. Nooit gehoord, Onni? Nou, het is een Finse naam. Het is een Finse naam. Betekent het? Ja, het betekent geluk. Jullie hebben een mascotte bij jullie? Een hordog. Ja. Eerlijk. En daar zijn alweer de volgende. Chris en Kras. Goed hoor. Hé, hey, mannen, kom er even bij, gezellig hoor. Heren. Dan heb je ze. Kijk, met een beker zelfs. Ja. Vrienden voor het leven? Ja. Waar kennen elkaar eigenlijk van? Sinterklaas. En hoe oud zijn jullie allebei? Ik ben 12. Ik ben ook 12. Oké, voor wie zijn jullie echt bang? Charlie en Johnny. Ja. Oké, ja. De andere deelnemers kennen jullie als goed dus ook. En zij zeiden dat jullie echt de favoriet zijn. Is dat zo? Zijn jullie de beste? Dat vinden hun wel. Jij zei ja, ja. Toch? Ja. Toch? Ja. Oké, dat verwachten we veel van jullie. Oké. Wat is jullie teamnaam? Ik zeg de Hakuna Matata. Iets harder, iets harder? Hakuna Matata's. Hakuna Matata's. En waarom? Waarom die naam? Alles komt goed. Alles komt goed. Dit zijn hele grote manieren. Want deze mannen spelen allebei naar Jong Ajax. Ja. Zo? Ja, ja, ja. Ja, knikken. Ja. Kijk eens, het zit er zo. Heren! Goed dat jullie er zijn. Zin in? Ja! We spelen een kwartfinale, halffinale en we spelen natuurlijk een finale. Het gaat allemaal uiteindelijk om deze beker. Jullie hebben net ook moeten hoog houden. Er heeft één team het heel goed gedaan. Dat heeft wel consequenties. Want de winnaar van het team is gelijk gekwalificeerd voor de halve finale. En nog 3, 2, 1. Aristoteles, welk team is gelijk gekwalificeerd voor de halve finale? Ja jongens, de jongens die bij Ajax in de jeugd spelen. Leroy en de Rio. Gefeliciteerd mannen. Voor degene die het slechtst heeft gedaan, is er geen consequenties. opgelucht aanhalen. We gaan nu de kwartfinale spelen. Weet jullie al hoe jullie gaan spelen? Welke formatie? Gaan jullie veel doelpunten maken? Wij gebruiken de 4-3-3 formatie met een valse spits. En dan doen we de buitenspelers doen we ver naar voren, zodat we meteen de steekballen kunnen geven. Ik ben overtuigd. Dit klinkt als kennis. Ja. Maar je sleutelbeen is gebroken. Ja. Nu nog. Ja. Maar dat gaat toch heel moeilijk straks met juichen en... Ik ga niet juichen dan. Niet juichen. Hey, dit lags zo hard. Hoe gaan we zo spelen dan? Ja, ik pas. Ik heb de keeper van Real Madrid nog niet gezien. Ik ben. Kijk, daar gaat hij. Kijk, mooie bal. Nee, het is een mooie bal. Nee. Oh. Ja. Geen rode. Speler van België. Oeh! Nee. Oh, ja. Mama, man! Manchester City. Dat is een mooie bal. Daar ga je. Oh. Ja, in op één. Ja, lekker. Die had erin gemoeten. Dit is belangrijk, jongens. Dit is een
een kwartfinale, die moet je proberen te winnen, want dan slecht je er gelijk uit, zeg. Goeie bal, hoor. Goeie bal. Nou dan. Rodrigo, doen. Ja! Dat is een mooi doelpunt. Het is mannen. En het staat 1-1. Ja. Hoe gaat het, mannen? Spannend. Ja, hè? Ja, spannend. Ja, het is niet echt. Het is geen walkover tot nu toe. Hè? Ik ben niet gewend aan zo'n groot beeld. Nee, ja, maar ja, dat is ook wel even lekker, hè? Dus hou vol. Ja. We gaan weer door. Kijk maar, daar komt hij. De tweede helft is begonnen. Oh, kijk eens, kijk, daar gaat hij. Eén op één. Oh! Ja, dat is binnenknijpen, hè, bij Real Madrid. Ja, hij is sneller, hij is er voorbij. Met de 16 in. Kijk naar de spits, afgeven en... Oh! Goeie bal, dit. Goeie bal, dit, zeg. Oh, gaat hij? Komt eruit. Oh! Jongens, kom op. Ja, oké. Doe maar. Hij gaat diep. Nee! Dit is 1 op 1 kans. 90ste minuut en het is... Ja! Lekker! Man. Oh, kan niet. Presteer jongens, jullie zitten in de halve finale. We gaan afscheid nemen van Manchester City. Hè? City, ja. Ja, jongens, jammer, niks aan te doen. We gaan naar het volgende potje. En hebben jullie echt een voorbereiding gehad? Of ja, ja, wel een beetje. We hebben echt best wel veel geoefend. Ja. Oké, okay, hoe kunnen we dat voor ons zien? Hoe doe je dat dan? Gewoon spelen tegen elkaar en tegen elkaar en ook tegen andere mensen. Ja. En gewoon altijd de allerbeste mens mogelijk. Daar gingen we altijd tegen. Weten jullie precies hoe jullie gaan spelen vandaag? Ja, ja. Vooral pasen denk ik en steekballetjes. Dan moeten ze gaan zorgen voor de doelpunten. Ja, ja. En wat is jullie doel? Winnen. Kijk, dat is mooi. Dat wil ik horen. Hey, maar als jullie dan verliezen, wat gebeurt er dan? Ja, dan is het jammer, maar het is leuk dat we daar meer hebben gedaan. We gaan niet aan. Nee. Vanuit de verdediging naar het middenveld. Het is goed gezien. Ah, jammer, goed verdedigd. Counter aan van Liverpool. Heel veel ruimte in het midden aan de rechterkant. Geen buitenspel. 1 op 1. En het is... Maarten. Ja, het is Maarten. Het is Maarten. Ja, Maarten krijgt een stoel in de hemel. Dit is goed. Meegeven, 1 op 1. Wijnaldum. Ja. En dan is het toch wel een doel. Van Maarten is wel een ja. Een mooie goal. Liverpool komt op 1-0 voorsprong. Celebration. Ja, dat doet wel pijn, hè? Ja, toch? Lekker doelpunt. Kom eens, we wachten op een antwoord van Ajax. 10 minuten voor rust. Ik wist nog één keer een counter aan voor. Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Okay. Ja, 1-0, niet zo heel erg slecht. Ja. Dus, Oké, de tweede helft. Afgetrapt. Vliegende spits. Hey, Kis, goeie bal. Ruimte op rechts. Gaat hij, hoor. In de rechte lijn. Kijk, Kis, dit is mooi. Dit is mooi. Oh! Maarten. Gaat hij? Ah, niet snel genoeg. Oh, dat is gevaarlijk. En het is 2-0 voor Liverpool. Slecht verdedigd. Ja, weer zo'n slechte terugspeelbal, jongens. Liverpool kunnen ze het afstraffen. Balletje terug. Weer Wijnaldum. Van de lijn gehaald. De kansen. Weet Liverpool dit vasthouden? Heel gevaarlijke bal. En het is meteen 2-0. Ik druk dat mondje om de bal over te pakken, maar toen schoot ik meteen. Wat een drama, zeg maar, Ajax. Kijk eens, gevaarlijk dit. Liverpool neemt over. Liverpool neemt over. Het is. Ja. Goed, man. Echt 4-0 voor Liverpool. 90ste minuut, laatste aanvallen. Wat kan Ajax nog? Extra tijd, ruimte op links. Het is een goede bal. Schuurs gaat even op links. En het is... Ja. Het kan nog! Het kan nog! Schuurs heeft wel een doelpuntje gemaakt. Ja, yes, het zit erop. Liverpool verslaat Ajax en sluit zich aan bij Real Madrid. Dus nou, gefeliciteerd mannen. Ja, gefeliciteerd. Bedankt. Goed gespeeld. Ja. Ging het makkelijk? Ja, een beetje. Ja. Eigenlijk wel, hè? Ja. Oké. Hoe zijn jullie als ik een schaal van 1 op 10? Hoe goed zijn jullie? 7. Ja, 7, 6. We kunnen gewoon goed overpasen. Het moet goed komen. Ja. En waarom speel jij vaak met hem? Ja,
aardig. En ik ben een fanatieke rechtsstaander. En die is ook goed. Hij is prima. Hij is prima. Dat is niet goed, maar is prima. Het is goed en slecht in. Dus ja, ja. Maar daarmee haal je de halve finale, hè? Middel, ja, ja. Ah, dat is goed verdedigd. Oh, lastig uitverdedigen. Goeie bal. Is er actie? Gaat hier op één kans. Het is. Wat een. Oh, net de buitenspel. Dit is een bal, hè? Prima. Mbappé dan. 1-1 en het is. Ja! De eerste treffer. Het is 1-0 voor Paris Saint-Germain. Oh, wat een bal. 1 buitenspel. 1-1. Verhoek. En het is. 2-0. Ja. Come on, man. Lekker in. Dit is goed hoor. Goed gevoetbald. Het is geen buitenspel. Hij is in de 16. Goed afgelegd. Oh, ja. Lekker man. Ja. We hebben een wedstrijd, jongen. Dortmund blijft druk zetten. Ja. Dit is een goede bal. 1-1. Voor de. Oh, wat een redding van de keeper. Nee. Ah, dat is 41ste minuut. Rustig aan. Goeie bal. Terug. Oh, mooi 1-2. En het is. Oh. Dit is prima, het is rust, we gaan rusten. We hebben 3 goals gezien, jongens. Ik ben rustig, jij zit alleen maar te stressen. Ik zit niet te stressen. Counteraanval, heel veel ruimte. Voor Paris Saint-Germain. Hij zit toch veel te snel. Dio Maria. Kijken. Oh, dat is goed. Terugleggen. En dit is. Ja! Wat een counter, hoor. Kom aan, juist. Oh, rood. Oh, dit is een rood. Nee. Dat zei ik ook. Hij speelt met 10 man. Kom aan. Dit moest de aansluitingstreffer zijn, hè? Ja. Kijk eens, die komt nog. Ja. Goeie bal. Schiet! Goeie bal dit. Nee. Hij kan er nog in. Kijk, timed. Dortmund zet heel veel druk. Schiet! Makkelijk. Ja. Nog eentje, kom aan, dat kan nog. Makkelijk. Ja, dan wordt het spannend, hè? Goed verdedigd. Dortmund aan de bal. Spits in de school. En het is 3-3. Oh! Klasse hoor. Kijk eens, ruimte op rechts. Ja! Goed, Kim scoren. Kom op. En het is. Ja! En zie je daar in de hele man op. Kom aan! Op de duik! Kijk eens, Roos. Is dit buitenspel? Nee, is het niet. Dan gaat hij 1-1. Hij legt hem af. En het is... Lekker, Edward. 5-3. Dortmund draait het helemaal om. Wat is er gebeurd, jongens? Rood paard. Nee, jullie zijn een team, hè? Winnen en verliezen doe je als team, hè? Het ziet eruit dat Dortmund er vandoor gaat met de overwinning. Ja, man. Voor het is uit de lekker. Yes. Heel goed gespeeld. Goed gespeeld. 3 doelpunten. Gefeliciteerd, hè. Gefeliciteerd. Heel spannend. 4 teams in de halve finale. En dat zijn... Barcelona. Die waren al door. Vanwege het hooghouden. Wij hebben Liverpool, Dortmund en Real Madrid. Precies. Die halve finale. Dat ga je de volgende keer zien. Leg je even met een duimpje als je het leuk vindt. En vergeet vooral niet te abonneren. Ja, en in de comments bij je vertellen welk team je het beste vindt, toch? Ja, wie er gaat winnen. Ja. Welke team vind jij tot nu toe het beste? Ja, dat wordt me toch overtuigend, die laatste wedstrijd. Jawel. Maar ja, goed, of ze het gaan halen, ik weet het niet. Dat zien we de volgende keer. Tot dan.